Welkom bij de Sint Joniskerk, ook wel de Heikskerk genoemd. Kom mee naar binnen, dan vertel ik er wat meer over. Hey, vertel, Sint Augustinus is er ook nog. Nou, dit is eigenlijk de officiële doopplek van de kerk, maar tegenwoordig wordt er voorheen gedoopt omdat hier niet veel mensen bij kunnen zijn en dat is veel praktischer. We zijn in deze mooie oude kerk, het stamt uit 1430. Ook heeft hij twee kandelaars die al uit de 15e eeuw komen en ook een schilderij wat in de 17e eeuw gemaakt is. We zijn hier nu op de plek van het officiële orgel van de kerk. We zien boven. Dit is tevens ook de plek waar het koor plaatsnam tijdens de ceremonies. De architect van dit mooie rijksmonument was Cornelis van Hoek. En natuurlijk dragen wij een steentje bij aan de renovatie van deze grote kerk.